Ja. Ah! Ah! Kom in de Kirakbus! Ik ben helemaal gek geworden van de film die ik heb geëdit. Ik ben zelf de film geworden. Ha! Ha! Maar ik heb helemaal geen film gemaakt. Ik ben een verzinsel in een verhaal van Tarik Saduma. Briljant. Stefan, die doet alsof hij zichzelf niet meer gelooft. Geniaal. Oh, de bevlogen, grootse, meeslepende kunstenaar. Heb je een lekker filmpje gemaakt, schatje? Sinds kort heeft Tarik kittens. Ze vinden het fijn om op hem te klimmen, hun nageltjes in hem te zetten. En hij zet zijn nagels ook in hun. We gaan all the way met haar, we gaan haar tot de perfecte vrouw maken. En daarmee kun jij je fantasie werkelijkheid laten worden. Dan heb je je eigen sekspop, tenminste voor zolang ze bij je is. We gaan haar helemaal aftrainen in alles. En daarna, weet je wel, dan heeft zij gewoon haar luxe leven. Dat heeft ze ook verdiend, want zij is bereid om zo ver te gaan. Dus het mag wel wat kosten? Het mag echt wel wat kosten. En doe niet zo flauw, je leeft maar één keer, weet je wel. Al dat geld, joh. Ik denk dat het te maken heeft misschien met dat ik uit een heel doorsnee gezin kom. En ik ben echt opgegroeid in een Phoenix-wijk. Wat de activiteit die daar ook is geweest, elke avond voor het slapen gaan vertelt hij zijn kittens een verhaal. Of laat hij hen een kunstwerk zien.